Wat is er met mijn vader? Ja. Is toch niet mijn verhaal zelf? Geloof me, vertrouw me nou maar. Kom gewoon met me mee. Maar daar heb ik helemaal geen zin in. En ik ga dat hier niet doen, dus ga nu even met mij mee. Hallo allemaal, de vakantie is weer voorbij. We zijn weer begonnen. Wat doe je als docent als een leerling de klas niet uit wil? Ja, Hanna, dit is ook wat. Druf je mobiel weg. Ja, anders kan je zelf weg. Kan ook, hè? Goed, we gaan eigenlijk heel simpel vandaag. We gaan huiswerk alleen... heeft iedereen zijn huiswerk gemaakt? Ja. 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 Ik heb niet gemaakt, vriend. Wat ja, heb je niet gemaakt, dan heb je een groot probleem met Bilal. Nou, ik ga ervan uit dat ik het wel gemaakt heb. Dat dit weer een stoer. En wat ga jij doen? Ja, die pen... Even die pen pakken! Ja, ik heb een hernia. Excuus. Maar jij pakt gewoon een pen van mij. Ja, maar ik heb geen pen. Het is belangrijk, toch? Dat ik ook schrijf. Maar ik snap niet waarom je dan mijn pen moet Omdat pakken. Omdat ik geen pen meer heb. Nee, dat snap ik. Maar goed, jij pakt een blaadje. Goed. Oké, meneer Mulder. Goeiedag. Anita? Anita. Ja. Ah, nee. Ja, nee. Even meekomen. Anita, meneer Anita. Mulder praat tegen jou, hè? Dus ja. Het lijkt me fatsoenlijk dat je even antwoord geeft. Meekomen. Moet even mee. Liever niet. Liever niet? Nee. Ja, maar het is belangrijk. Ja, dat weet ik, maar ik heb er helemaal geen zin in, dus dat gaan we niet doen. Maar wacht even, Anita. Het is niet een vraag of jij er zin in hebt. Als meneer Mulder vraagt of jij meegaat... Ja, maar ik weet echt wel waar dit over gaat en ik heb hier geen zin in, dus ik ga niet. Nee, ik denk niet dat je weet waar het over gaat. Nou, ik denk dat ik heel goed weet waar dit over gaat. Nee, ik denk sorry, dat is niet naar u, maar dit... Nee, ik ga niet. Blijf nee. zitten, echt. Ik denk dat het echt even goed is dat je... meegaat. Anita, waarom zou je niet meegaan? Ga even mee. Pak je even je spullen en ga even met meneer Mulder mee. Nee. Ja? Kom je ook 5 minuten weer terug in de les, klaar. Heb je ruzie gehad? Ja? Heb je ruzie gehad of wat is er aan de hand? Anita, wat is er aan de hand? Nee, maar ik heb met Lindsay een beetje een akkefietje gehad. En ik weet dat het daarover gaat. En ik weet dat zij nu waarschijnlijk daar buiten het lokaal staat. En dat zij nu weer wat met mij wil gaan bespreken. Maar daar heb ik helemaal geen zin in. Want ja, dan gaat er alleen maar dingen escaleren. En dat gaat hem niet worden. Dus dat gaan we niet doen. Oké, ik denk dat meneer Mulder wel zijn reden heeft en dat Lindsay misschien, ik weet niet of dat... Ik heb een hele goede reden en er staat niemand buiten, dus kom maar gewoon even mee nu. Hoezo, er staat niemand buiten? Ga nou even geen scène maken, kom mee, geloof me, vertrouw me nou maar, kom gewoon met me mee. Want zo moeilijk is het niet, gewoon hup en dan met mij naar die deur lopen, want iedereen zit nu te kijken. Ja. We maken ja. een grote scène van, het is echt klopt. Niet nodig, er is niets aan de hand, ik nee. wil alleen even iets met dus jou vertellen en ik ga dat hier niet doen, dus ga nu even met mij mee. Anita. Nee, maar meneer, Lindsay staat buiten. Ik Anita, heb... nou ben ik er een beetje klaar mee. Nee, ik ben er ook een beetje klaar mee, ik ga niet mee, ik heb er geen zin in, ik heb net al dat allemaal onder ogen moeten zien en ik ga het niet nog een keer doen. Ik ben er klaar mee. Wat is er volgens jou aan de hand dan? Hoezo, wat is er aan de hand? Ja, er is iets met Lindsay ik aan zit de hand. Net, ja, ik heb ruzie gehad met Lindsay. Ja. Als ik haar kop nu het nog gaat... gezien, dan boor ik hem door. Ik heb er geen zin in. Dan boor ik hem door. Okay. Okay. Bitch, jij gaat nu even kijken met hem meekom. Okay. Ja, wacht maar even. Kom even mee. Jongens, ga maar even praten. Ja, kom even mee. Want... Even, jongens, even aan jullie werk. Ja? Even je werk. Ik kan er echt steken. Die vader, die heeft een ongeluk gehad. Dus, oh, ja, echt ernstig. Dus die ziek, ligt in het ziekenhuis. Nou, dat weet ik niet precies. Anita, kom even mee. Zo! Omdat wij dat even... Kom nee! Op. Jawel. Ga dan maar gewoon even mee. Ga even mee. Nee, ik ga niet mee. Het gaat niet over... Ik ga Wat is er dan? Dat ik gaat weet dat zij waarschijnlijk heeft gezegd... Oh, maar zeg maar niet dat ik nee. ben. Blablabla. Maar dan denk ik echt... Nee, hou je bek, man. Want ik hoef haar niet onder ogen te zien. Anita, daar gaat het niet over. Echt serieus, daar gaat het niet over. Nee, dan kan het ook wel even wachten, toch? Nee, het kan niet even wachten. Maak jij nu mee. Los jij het even op. Ik moet even iets anders doen. Ja, los jij het even op. Anita, luister. Zo belangrijk is het. Los jij het even op. Ja, los jij het even op. Er is gewoon wat anders. Kijk maar eens aan. Ja. Ja. Nee, het was niet te lachen. Pak even je spullen. Er is niks. Er is gewoon iets aan de hand in... Gezondheid. Nou, met de gezondheid van een familielid. Dus ga even... Mulder? Nee, niet van Mulder. Mulder is toch... Nee, er is... Nee, dus, jongens, even alsjeblieft stil. Het is een ernstige situatie. Dat meer is zeg ik even. Ja, voor jou. Het is een ernstige situatie. Dus ga even mee met meneer Mulder. Het is een ernstige situatie. Ja? Nicky, wil je mee? Nee, je gaat even alleen. Ga je even. Ja, maar ik wil heel graag dat Nicky meegaat. Want als ik haar op de gang tegenkom, dan ga ik er alsnog steken. Nee, het gaat niet over... Het gaat niet over Lindsay. Dat weet ik, maar als zij toevallig daar wel is, dan... Mee. Nee, Nicky blijft even hier en jij gaat even mee. Ja, dus op een gegeven moment hoorde ik dat
er best wel een toch wat heftige situatie was wat niks met Lindsay te maken had. Nee. En ik vraag gewoon op een normale manier Likkie mee. Op zich best redelijk, toch? Dacht ik. Ja, maar ze mocht niet mee. En dat pik ik niet. Want op dat moment heb ik haar nodig. En als zij er dan niet is, dan word ik gek. Ik snap ook eigenlijk niet waarom het niet zou mogen. Ik heb geen idee. Mijn familielid. Wat? Mijn familielid. Ja, en dan moet ik intrappen nu. Wat intrappen? Ja, weet ik veel. Ik weet niet wat jullie allemaal zitten te bezuinen samen. Nee, luister nou even naar mij. Er is gewoon je vader. Een spion is wat is er met mijn vader? Met je vader is wat iets. Is er met mijn vader? Ja, dat gaat meneer Mulder allemaal uitleggen. Nee, maar wat is er met mijn vader? Ja, nu weet iedereen het. Wat is er met mijn vader? Daar gaan we het dus nu even niet over hebben. Wat is er nu met mijn vader gebeurd? Nikki moet mee. Ik wil nu dat ik wil weten wat er met mijn vader aan de hand is nu. Meneer Mulder gaat even alles vertellen. Neem je spullen even mee. Ja, maar ik wil dat Nikki meegaat. Ik ga mee, ik ga mee. Nikki moet mee. Nou, Nick komt mee. Nikki gaat ook mee. Het is goed. Oké. Okay. Er is... Kom maar. Nou. Zet hem op. Ja. Maar wanneer, wat is er dan gebeurd? Wat ik net vertelde, er is iets met de vader gebeurd en dat is niet fijn. En daar wil ik het even mee laten. Want dat is even het enige wat ik even erover ga zeggen. Het zou fijn als we zouden weten wat het is, weet je? Want dan weten we hoe we ons moeten gedragen, meneer. Inderdaad, want dit is nu toch al verteld. Zoals ik al gezegd heb, Anita's vader ligt in het ziekenhuis. En verder wil ik het even hierbij laten. Ja, we gaan verder met de les. Het is triest nieuws. Oké, goed. Nikki weer terug. Ja, Nikki terug. Ja, we hebben de spullen van eten meegenomen. Oké. Okay. Ja, maar wat is er dan precies aan de hand? Nou, dat gaat je niet echt aan, denk ik. De hele klas is nu eigenlijk best wel benieuwd. Ja, dat snap ik. Welkom weer terug. Ik ben blij dat je weer terug bent. Goed. Ja, inderdaad. Wat is dat? Nou, wat is er dan gebeurd? Want eigenlijk willen wij nu eigenlijk wel weten wat er is gebeurd. Dat gaat je volgens mij helemaal niet. Ze moest echt huilen. Ja, inderdaad. Ja. Waarom gaat ons dat niks aan? Wij hebben toch in net heel veel gehoord. We praten nooit met Anita, dus waarom moet je nu eens weten wat er is? Nou, omdat jij het ook weet. Hoe weet jij dat? Hoe weet jij dat wij niet met haar praten? Als Anita wil dat jullie het weten, dan zegt het zelf tegen jullie. Dus niet mijn plek om dat nu tegen jullie te gaan vertellen. Letterlijk, ja, dus... Ja, dus dan zal ze dat ooit... Waarom moet je het nu per se dan weten? Nou, omdat wij nu misschien in het moment zitten. Ik ben er gewoon voor Anita. En ik ga niet dit soort dingen tegen andere mensen zeggen. Dat is niet aan mij. Wacht even. Nikki die wil het gewoon niet zeggen. Het is gewoon niet klaar. Mijn plek om het te gaan zeggen tegen jullie. En waarom niet? Ik verspreek hier ook voor meerdere hoor. Want heel de klas hier voor meerdere. Ja, sorry. Is toch niet mijn verhaal of wel? Dat is wel jouw verhaal. Hoezo is het wel omdat mijn verhaal? Omdat jij het toch weet. Over mijn familie. Jij weet het toch. Waarom trek je zo'n grote bek in tegen mij? Doe eens even normaal, joh. Ik moet normaal. Wacht even. Tess, even. Hallo. Jezus. Tess. Want er is gewoon... Wij willen gewoon weten wat er aan de hand is. Ja, wij willen weten, maar wij waarom zou je dat willen weten? Want er is gewoon Anita en Nikki en dan is het klaar. Ik ben van mening dat als wij het allemaal als klas niet weten, dan gaan er mensen hele rare dingen speculeren. Dus het is gewoon handig ook om Anita te steunen. Wat vind jij? Moet Nikki het vertellen of niet? Laat het me weten. Word abonnee, like deze video en volgende week het vervolg. Wat doe ik dan? Ik heb dus nu een huilende Nikki. Raak jou aan. Ja, wat raak je me aan? Raak ik jou aan?